Masturberen kan je leren. Met Thijs Reumer. Nu te verkrijgen bij de Bruna. Ja, dat zijn wel een mooie zo. Ja, dit is... Daar zijn we weer. Wat een verjaardag was het, hè? Oh, wat een feest. Niet te geloven. Ik heb me stelselmatig flink vermaakt. Ja. Het was jammer dat het zo uit de hand liep. Maar, En eindelijk aan Celine gezeten. Ja. Met Celine's toestemming, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Het was weer zo'n dag. Het was weer... Celine had er ook mee te maken dat Celine... het resultaat van coma zuipen is dat je niet veel meer meemaakt van zijn avond. Maar Celine was gewillig. Ja. Ze zei in ieder geval geen nee. Nee. Jan, waar was je? Ja, ik was er niet. Nee, het was afgelopen vrijdag... de bedoeling was dat er groot feest zou komen. Daar kom ik zo op terug. Maar jij was... Het lijkt me toch stug dat het hele feest geen groot feest is geworden... omdat ik er niet was. Nu is er wel een spreekwoord. Het is geen feest als Jan Roos niet is geweest. Maar... het lijkt me toch dat jullie in het oosten van het land een feestje kunnen bouwen. Zonder mijn persoontje. Ja, en dat was ook de bedoeling. Het was gezellig, volle bak, gezellig, druk. En toen kwam DJ Jos, was natuurlijk van de partij. Varkenshaarsatéetjes gebakken. En ik zei tegen Jos, die natuurlijk draait bij de grootste clubs van Nederland. Ik zei tegen Jos, ik wil iets groots, ik wil iets moois. En toen dacht Jos, ik neem een rookmachine mee. Zoals je die in de mooiste discotheken ziet. Ja. En daar gaan we dan. Wat de f... DJ Jos van een van de beroemdste barretjes van West-Europa... genaamd Santé. Ook bekend van zijn saté. Een rookmachine moet je gewoon af en toe opdrukken. Moet je niet gewoon een kwartier op full power zetten... Waar is het nou? Ja, dit was dus al heel vroeg. De rookmachine ging uiteindelijk aan. En toen stond mijn hele huis blank. Ook de gang. En wat gepaard gaat met een automatisch brandalarm. En de brandweer kwam. En toen zijn we naar Santé gegaan. Wat was die stuk? Want het is zo'n pufje. Nee, dit was een rookmachine voor discotheken van 300 vierkante meter in grootte. Ah, dus één pufje was dit? Dit is binnen een halve minuut is dit ontstaan, ja. Dit was zeg maar nog het gedeelte dat de familie in soorten was. Dus gewoon even dat ding testen. En... Je vader stond hier ook tussen? Ja. Ongelooflijk. Ja. Oh, we zijn hier ook een simpel farring toch. Ja, we zijn begonnen en dit even nou echt van zijn moeder. Ja, dat soort uitspraken. Ja, had je vader mij nog gemist? Nee, hij zei nog wel, was een zielig mannetje dan. Een zielig mannetje. Want hij zei dat het enige voordeel van het rookgordijn was, is dat ik hem zonder gevolgde waarheid kon vertellen. Oh. Ja, nou ja, goed. Dus, dus je hebt iets tegen hem gezegd en toen ben je weggerend. Toen vond hij je niet. Nou ah ja, dat is ook mooi. Nee, ik was het niet. Dat had met van alles en nog wat te maken. Waaronder, waar ik gisteren voor in het ziekenhuis lag. Of eergisteren. In ieder geval, mijn longen deden het slecht. En ik belas, jongen. En medicatie, dit en dat. Nou, toen ben ik uiteindelijk gewoon de boel weer op gaan trainen. Conditie weer goed. Laatste longtest in het ziekenhuis zeiden ze... Nou, je longinhoud is weer... optima forma. Je kan er weer tegenaan, je eentje. Ik zeg, dank u wel, longdokter. U bent een topper. Een week later kreeg ik nog een brief van de dokter. En die zegt, nou, ik wil nog één testje met je uitproberen. Want dan hebben we misschien wel de reden te pakken waarom je dit hebt. En dan, dan kunnen we je ook nog medicatie geven. Waarop ik zei, mijn doktertje. Het gaat goed. Dus, ja. Hoeft niet. Zei dokter, deze wil ik nog even doen. En dan ben je van me af. Ik erheen, kreeg een... histamine-test. Dan moet je dus histamine inademen. Nou, ik ben dus heel erg allergisch voor ooi en koorts en kattenharen en huisstofmeid en, zeikende wijven. Noem het maar op. Maakt niet uit. Ik heb er last van. Maar histamine zorgt dus van dat je lichaam helemaal op tilt raakt. En die mevrouw, de één puffie, twee puffie, derde puffie, dacht ik dat ik dood ging. Toen moest ze ook stoppen, want 20% zuurstofafname was het maximale dat er mocht komen. Ik zat op -27%. Ik lag te hijgen, ik lag te puffen. Ik dacht dat ik dood ging. Word ik zo'n bed ingegooid. Hartplakkers op, overal. Hier, kijk, infuus. Oké. Bloedafname.
Moeilijke vragen. Ik lag aan de monitoren. Ja, we gaan straks een longfoto maken. Ik zei alleen maar, ja, ik ben een beetje benauwd. Ik heb misschien een puffertje nodig. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit duurt minimaal 5 uur. Ja, al die tijd lag ik in het ziekenhuis onder de... En toen zeiden ze op een gegeven moment... Nou, er is niks mis met je hart. Ik zei, ja, nee, dat... Ja, daar kwam je ook daar niet. Kwam ik ook niet echt voor. En we hebben je bloed onderzocht. Niks mis mee. Ik zei, ja, mooi. Maar ja, daar kwam ik ook niet voor. Ik kwam eigenlijk... dat ik nog steeds benauwd ben door die cholerentest. En zeiden ze, ja, daar kunnen we niks aan doen. Dus na 5 uur mocht ik weer weg. En nu dan? Ja, ben ik benauwd. Oké, ja. Dat ga je toch, dan ben je toch kwaad op dat ziekenhuis? Ja, maar wat moet ik doen dan? Ik heb geprobeerd om ze een boete op te leggen. Ja. Maar ja, ze hebben nog niet gereageerd. Heb jij een hoge zorgverzekering? Dat moet toch wel? Nou, jij loopt ziekenhuis op en af. Dokter mijn, op mijn, en af. Mijn, hoe heet het? Mijn eigen bijdrage is er vaak in de halve eerste week van januari er doorheen. Ja, hallo, ik ben gewoon een slecht product, een wanproduct, een maandagochtend product. Mijn moeder zat waarschijnlijk aan de crack. Mijn vader had er geen zin in, had te veel gezopen en gerookt. Kindje gemaakt. Één zaadje heeft uiteindelijk dat eitje bereikt. De rest was al dood, geloof ik. Ja, dat was ik. Er klopt weinig aan mijn lijf. Maar toen heeft God, onze lieve Heer, de man op de wolk, ingegrepen en heeft gezegd... Nou, als hij dan zo'n verrot lichaam krijgt van die kolerenhouders van hem... dan geef ik hem wel een hele prachtige geest en ziel. En zie hier. Ja, en hoe krachtig is dat als je dat zelf kunt bevestigen? Zo is het ook wel. Ik wou een bruggetje maken van die prachtige geest en ziel van Jan naar Thijs Reumer. Ah, ja. Want als we het over mensen hebben met een prachtige geest en ziel... dan hebben we natuurlijk over eigenlijk de gehele familie Reumer. Ja, laten we eerlijk zijn. De Reumertjes, kijk... Die mensen hebben misschien niet per definitie hun achternaam mee. Omdat het klinkt een beetje als een SS-officier. Hè? Het is heel erg Duits. En de hele familie Reumer was ook fout in de oorlog. Ja, mag je dat zeggen? Misschien niet aardig, maar dat waren ze wel. En dat merk je nog steeds. Want het zijn allemaal cholerenleiders. Ja, maar dat was D-Day voor Thijs Reumer. Hij wachtte er natuurlijk al 1,5 jaar op toen er een zekere Nena opstond. Hé, hey, na. En als je Nena twijfel je aan het feit of ze nog vaak opstaat of vooral ligt. Even één ding. Vetshamen is in dit geval onnodig. Dat meisje was toen ze misbruikt werd door Thijs nog niet zo heel erg dik. Maar door de PTSS is ze iets te vaak naar de Febo gefietst. Kan gebeuren. Ik heb ook veel meegemaakt in mijn jeugd. En wat doe je dan? Luikjes openen. Ja, we hadden bijna een exclusief interview met Nena vandaag. Maar ik had zo mijn contacten. Maar omdat ik mij kritisch heb uitgelezen naar haar eetgedrag... na alles wat er is met Thijs is gebeurd... Ja. Wil ze mij niet meer te woord staan. Nou, dat is wel heel jammer. We hadden namelijk exclusief het slachtoffer van Thijs Reumer aan de lijn kunnen hebben. Ja. Waar het niet dat jij vorige keer zei... het lijkt me zo stug dat hij dat gedaan heeft. Want een kind is zo godverdomme zo lelijk en dik. Ja. En dan vind ik het vrij kinderachtig, Nena... Ja. Dat we je niet even mogen bellen voor een updateje. Ja. Nena, mijn excuus. Maar voor Thijs was het de grote dag, want Thijs moest voorkomen. Er was niet één, alleen Nena die aangifte deed. Nee, maar uiteindelijk drie die hem voor het gerecht trokken. Drie jonge grietjes, minderjarige meisjes van 14 tot en met 16... toen zij slachtoffer waren van vieze Thijs. Ja, vieze Thijs. En hier zien we Thijs onderweg naar de rechtbank. Ja. Nou... En weet je wat ik wel mooi vind? Die Thijs van via beveiligde ingang. Het is wel heel lullig dat je daar dan ook nog moet wachten, hè? Ja, hij wilde door de VIP-achteringang. Ja. En zo wilde hij de pers ontlopen. Ja, maar die zei, blijf maar mooi een paar minuutjes staan. De deur was alleen gesloten. Ja, je ziet hem hier ook tegen Port 3. Maar Thijs ziet er nog steeds goed uit. Even een mooie volle haarbos. Ja, dan kan je... Kijk, ik vind Thijs, vind van alles van Thijs Reumer. Ja. Ik vind ook heel veel van zijn oom Paul. Ja. Maar je kan over Thijs Reumer niet zeggen dat hij lelijk is. Nee, het was geen leuke dag voor Thijs. Want 3 man sterk had aangifte tegen hem gedaan. En hij moest voor de rechter komen. Want 1,5 jaar geleden had Nena natuurlijk op Twitter een tweet geplaatst. Met, hey Thijs Reumer, ken je mij nog?
ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu eerlijk zijn over ons contact van 6 jaar terug. En ontplofte toen een bom. Ja, bom. Kijk, wat er dan gebeurt, en dat is ook heel Nederlands, is dat, dat we de helft zei van, dit kind wil alleen maar aandacht, niet is gek. Nou, dan kunnen we dus bewijzen dat het niet zo is. Want dan was er geen rechtszaak geweest. Nee, precies. Dus die Nena heeft daadwerkelijk reden gehad om dit bommetje te laten vallen. Omdat die paardenpik nu in de rechtbank zit. Ja, en toen heeft Thijs nog gereageerd met tweets van, in de afgelopen dagen zijn meerdere wilde verhalen over mij rondgegaan. Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt om te reageren. Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een 10e dochter en weldenkend mens een brug te ver. Hij gaat aangifte doen van laster en smaad. Ja, nou, ik denk dat het tot die aangifte niet is gekomen en ook niet helemaal komt. Want Thijs die staat gewoon voor de rechter aangezien hij, wat hij als weldenkend mens wel heeft gedaan. Namelijk precies wat het meisje heeft gezegd. Ja. Maar dan kun je het nog goed maken als je met een goed verhaal bij de rechtbank komt. Ja. Er zijn mensen die hebben verschrikkelijke dingen gedaan, maar kwamen een heel goed verhaal bij de rechtbank. Bijvoorbeeld de naamgenoot van de man achter de camera, O.J. Simpson, die kwam er ook mee weg. Die had er gewoon een goed verhaal. Ja. Die paste die handschoentjes niet, die gebruikt waren bij de moord. Overigens, de man had het 1000% gedaan. 1000%. Maar die zei op een gegeven moment, die deed zo, die probeerde handschoenen. Nee, die past niet. Thijs, nou oké, dan niet. Vrijgesproken. Dus alle kansen nog voor Thijs. Kijk, O.J. Simpson die heeft toen jaren op de bank zitten broeden. Hoe gaan we dit doen? En toen zei op een gegeven moment zijn advocaat, je doet net of je die handschoen niet past. Hebben hem. Ja. En dat heeft Thijs Reumert het harte genomen. Die heeft 1,5 jaar op het bankie zitten nadenken. Hij had ook niet heel veel werk meer. Hij heeft een tijdje geleden heeft hij gezegd, ja, ik stop heel even met werken. Ik moet er even tussenuit. Ik voel me niet helemaal lekker door al die beschuldigingen. Begrijpelijk, want ze bleken allemaal waar te zijn als weldenkend mens. Maar Thijs Reumer denkt, ik ga toch als weldenkend mens even verzinnen hoe ik kan uitleggen waarom ik minderjarige meisjes vraag om zichzelf te betasten en daar foto's van te maken, filmpjes van te maken en naar me op te sturen. Want wat zou een weldenkend mens nou zeggen als hij wordt geconfronteerd met dat hij, ja, eigenlijk kinderen aanzet tot ontucht en daardoor in bezit is van kinderporno? Wat zou een weldenkend mens nou bedenken? 1,5 jaar heeft hij erover gedaan. Dennis, vlossende woord. Ja, waarom deed hij dat? Nou, Reumer schenkt zichzelf een glas water in en zucht diep. Niet zoals ik, want hij heeft natuurlijk die histamine-test niet gehad. Mijn psychologe zegt dat ik te veel als hulpverlener in het verhaal ben gekomen te staan. Dat had ik niet zo gezien. Maar het is wel het woord dat het beste klopt. Ja. Hey, Thijs Reumer vroeg meisjes van 14 om naaktfoto's op te sturen terwijl ze zichzelf aan het masturberen waren. En dat deed hij als hulpverlener. Ja. Het was hulpverlening. Hij zegt, Nena, joh, meid, ik ga jou helpen. Jij weet waarschijnlijk niet waar de little man in de canoe zit. Weet je waar de little man in de canoe zit? Daar heb ik nog steeds wel eens moeite mee om te vinden. De little man in de canoe. Nou ja, bovenin. Maar ik ga jou helpen zoeken om je deurbelletje te zoeken. En als je daarop drukt, gaat het deurtje vanzelf open. En dan ga ik jou in helpen. En ik ga je zo zeker helpen dat ik ook zeg hoeveel vingertjes je erin moet steken. Want ik ben hulpverlener. Na 1,5 jaar zeg je, ja, ik heb ontucht laten uitvoeren door kinderen omdat ik hulpverlener ben. En die hulpverlening bestaat uit dat ik ze leer masturberen. Masturberen kan je leren met Thijs Reumer. Nu te verkrijgen bij de Bruna. Ja, dat zijn wel mooi. Ja, dat is... Ja. Nou ja, goed, en dan zegt de voorzitter, u bent ze aan het leren hoe ze moeten klaarkomen. Hoe moet ik dat zien? Dan zegt Reumer, dan hebben we een gesprek gehad over hoe dat moet. Thijs, vervelend dat je als hulpverlener je alleen hebt gericht op minderjarige meisjes. Ja, er zijn ook gewoon volwassen mannen die ik ken, die het ook niet echt weten hoe een vrouw moet klaarkomen. Die had je ook kunnen bellen. Ja. Ik zou wel op cursus willen. Dat deed je niet. Ja. Jammer. Maar misschien ligt het ook aan mijn Amsterdamse opvoeding, zegt Thijs. Ja. Ja, ja, nee, dat zou ze langzamerhand heel goed kunnen. Want al het perverse komt ze langzamerhand uit Amsterdam. Het was een wereldstad, was een prachtige stad. Nee, maar moet je nagaan. 1,5 jaar, weldenkend mens. Zit op het bankje.
waarom heb ik nou toch gevraagd aan meisjes of ze hun kutje willen opsturen? Amsterdamse opvoeding. Amsterdamse opvoeding. Dat zou dat. Hoe verzin je dat nou? Overigens. Stel nou dat Thijs de gevangenis in moet. En stel nou dat die, ja, toch daar zweet in de gevangenis. En die denkt, ik ga douchen. En stel nou dat Baba ook gaat douchen. Wie is dat dan? Een medegevangene. Ah. Babbe. Ja. En die denkt, ik steek hem eventjes in Thijs. Want Thijs is mijn little bitch. Is Bubba dan een hulpverlener? Want die leert Thijs dan wel de geneugtes van mannenliefde. Leert hij hem kennen. En is eigenlijk niet elke pedofiel dan een hulpverlener? Omdat hij dan kinderen introduceert in de erotische wereld. Of is een verkrachter dan ook niet een hulpverlener? Ik stel alleen vragen. Dat hangt af uit welke woonplaats die komt. Ook waar. Ja. Hij citeert hoe hij het meisje vertelde 2 of 3 vingers te moeten gebruiken. Oh. Maar dat is wat anders dan wanneer het gebeurt in een erotische setting. Dat was het niet. Nee. 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 Nee, dat is ook heel grappig. Thijs Heumer laat een meisje zichzelf onaneren. Ik gebruik iedere keer een ander woord. En met het onaneren zit helemaal geen enkele erotische connotatie. Ik ben het niveau van het programma een beetje aan het up. Ja. Nee, maar dus hij zegt, joh meid, even lekker, ga je er zelf even lekker vingeren. Maar dat heeft totaal niets met erotiek te maken. Nee. Omdat het hulpverlening is. Ja. Het is eigenlijk een cursus. Ja. Is een cursus erotisch? Nee, dat is niet erotisch. Dus, nee. Nou ja, goed, daar ging het OM niet helemaal mee in. Nou ja. Nee, dat is toch jammer. Want die hebben geëist. Wat is het? 260 uur toch? 240 uur. 240 uur. Straf. Ja. 90 dagen gevangenisstraf. Waarvan? 89. Voorwaardelijk. Dus 1 dag gevangenisstraf. Die hij niet hoeft te zitten. Want hij is vaak verhoord. Ja. Er is dus bewezen dat hij met meerdere minderjarige meisjes ontucht heeft gepleegd, CQ ze tot ontucht heeft aangezet. Er is bewezen dat hij kinderporno in bezit heeft gehad. 1 dag gevangenis waarvan hij er niet 1 hoeft uit te zitten. Openbaar ministerie. En dan moet de rechter nog uitspraak doen. En die zitten er vaak onder. Dus dan zeggen ze, meneer Reumer, u heeft min een week de gevangenis in. Nee, maar even, laat het je even tot je doordringen. Er stond niet zo heel lang geleden stond er een of andere gek met een fakkel voor de deur van Kaag. Die man was gestoord. Die is ook gebleken dat hij gestoord was. 5 maanden gevangenisstraf. Ontucht. Kinderporno. 1 dag die je niet hoeft te zitten. Hoe gek zijn we geworden in het land? Ja, nee, ja. Ja. Nee, maar... Ik denk dat Marco Borsato en Ali B. Lekker slapen. Die zijn op dit moment, staan ze in de studio een nummertje op te nemen. Die denken, we zijn terug. Ja. Nee. Maar die Thijs, die zei er overigens ook nog bij, dat als ze dat deden, dan konden ze dan een keer meespelen zijn clip. Of kreeg ze, of in de zijn serie, maar het is een handtekening. Het is wel een behoorlijke cycling, hoor. Nee, maar het is natuurlijk ontzettend stuk stront. Je gaat meisje van 14, 15 die fan van jou zijn. Nou, mensen die fan van iemand zijn, die zijn natuurlijk al eigenlijk, die moet je al onder curatele stellen. Ja, dat is niet goed. Dat vind ik niet normaal. En dan ga je dus mee in een WhatsApp-groepje zitten. Ja, ben je bijna 40. Zie je in een WhatsApp-groepje van met kinderen van de leeftijd van jouw eigen kinderen. Ja. En dan ga je dus vieze praatjes met aan ze ophangen. Vingerkussen geven. Ja. Wat een ziek stuk stront ben je dan, joh. Die gozer is knettergek. Die is knettergek. In ieder geval heel erg ziek is haarsus. Wie? Ja, wie? Ja, nee, ja, kijk, dit blokje moet gevuld worden met echt juridische expertise. En voor ons een rots in de branding. Het zal wel... Maar daar is die dan! Jon Pieters! Ja. Ach, joh. Ik schrok me. Ik dacht dat je echt een serieuze deskundige had. Ja, die hebben we aan de lijn. Ja. Oh, ja. Ja. Jon, je ziet nou bij grote juridische zaken bellen alle grote programma's een juridisch deskundige. Kun jij onze deskundige worden als het gaat om de rechtbank?
Jezus Christus. Nou, dit, precies op dit niveau ging ook die rechtszaak tegen John de Mol. Nee. Johan, heb je bereik? Wacht even, ik ben doorgestapt. Zit die man weer op die camping? Ja. Niet? Ja. Ach, jezus. Hij zit nu op de camping. Ik sta op de camping met een heel slecht bereik. Maar in Italië? Ja. Niet? Ja, ga dan weer. Echt? Ja. Het leven is gevaarlijk. Ja, dan gaat dat. Nee, au. Johan! Au! Johan! Yo, Dennis. Heb je bereik? Ja, nu wel. Ja, hey. Ik vertelde dus, ieder groot showbizprogramma heeft een juridisch expert als het gaat om grote rechtszaken. Ik zeg John van de Heuvel, Saskia Belleman en wij hebben Johan Pieters. Ja, dat past in het rijtje Johan Pieters natuurlijk. Dat kan niet anders, dan snap je wel. Ja, dat bedoel ik. Zit je echt op de camping? Op de camping, ja. In Noord-Italië, klopt dat? Nee, ja, het gaat er meer staan op de camping, ja. Maar het gaat er meer, er komen nu hagelstenen als waterballonnen naar beneden gesodemieterd. Het is hier het lijkt wel een woorzone wat dat betreft. Bomen toegewijd, daken van de kerken zijn er vanaf gewijd. Echt? Grote hagelstenen, zo groot als kiezelstenen zijn uit de lucht komen vallen. Mensen zijn gewoon geraakt. Ik heb je een Tia gekregen? Ik vond Johan Pieters niet heel sterk. En dan heb ik het niet alleen maar over de verbinding. Maar dat is het enige wat ik wil zeggen. Ik vond geen goede quotes van Johan. Je bent alweer aan het bellen. Oh, ja. Ik dacht misschien toch, het journalistieke gedeelte. Hoe zit het nou juridisch in elkaar? Maar ja, goed, je weet natuurlijk nooit hoe de verbinding vanaf het Gadameer is. Ja, misschien... Ja, nee, geen misschien heeft hij net weer een paar hagelstenen op die kale paarsij van hem gekregen. En is hij op dit moment buiten Westen. Helaas kunnen wij u niet de juridische bijdrage leveren van onze hoop in bange dagen, Johan Pieters. En dan is het tijd voor de mooie luchtige dingen. Ja, we hebben al zware dingen besproken. Maar nou, we hebben heel veel zware dingen besproken. Heel veel rechtszaken, deskundigheid, pittig. Ja, precies. En dan gaan we nu naar de mooie moderne tijd. Want het was ook weer afgelopen weekend de Gay Pride. De parade in Amsterdam. Het was weer de Pride hier. Pride nee, daar. Ja, ja, ja. En er was ook iets bijzonders. Want tegenwoordig is het niet alleen een feest voor homo's en lesbiennes. Maar ook alles wat ertussen en ernaast zit. Ja, want het is LGBTIQ+. Ja. En de plus betekent dat alles kan zijn. Ja, dat is ook alles. En ik denk dat we hier een plusje te pakken hebben. Why do you decide to dress up as a dog? Well, I'm a puppy and I really like being a puppy and being walked around and being pet. It's just a part of who I am. And can you do a special puppy trick for us? I can. I can talk. Ja, en vroeger zou je dan nog zeggen van je lacht joh, maar tegenwoordig is dit bloedserieus, hè? Nou, kijk, vroeger was dit gewoon een malle appie. En tegenwoordig, als je dan zegt, nou, dit is niet helemaal normaal, dan word je geslacht. Want dan ben je dogfobisch. Ben je dan dogfobisch? Ja, dat zal wel, ja. Vorig jaar had ik een filmpje gezien. Ja, ik denk er nog vaak aan. Er stond er dan zo'n gast, die stond er bij zo'n urinoir. En die had dan een glaasje in het midden gezet. En als je volgt, pisser, pak dit op. Dus dronk dit op. En die, ja, het is... Ja, het is... Maar nu, mensen die zich hond voelen... en in leren pakjes met een hondenmasker rondlopen... Ja, knet gek. Die zijn gewoon gestoord. Dat is toch ook hetzelfde met die rare idioten... die dat tegenwoordig kleine kinderen van 3, 4 worden voorgelezen... door transseksuelen die met hun kont lopen te schudden. Maar waar heb je dit nou weer gezien? Maar dat dan zie je overal, joh. Nee, ik heb nog nooit een kind van 3 voorgelezen... die worden door een transseksueel. Nee, ja, omdat je ook helemaal het nieuws niet volgt. Maar in Bergen gebeurt dat. Nee, dat gebeurt overal, joh. Ach, dat gebeurt echt. Er zijn voorleesdagen. Met transseksuelen. Ja, en dan zitten de kleine kinderen aan het kijken. Nee. En die gasten liggen met een beetje met de kont omhoog te schudden. Zweer je? Ja, in Nederland. Ja, in Nederland. Dat gebeurt gewoon aan de lopende band. Want het heeft aan de lopende band. Het heeft allemaal met, net zoals dit, van acceptatie. Flikker op. Ja, ik ben een hondje. Ik kan blaffen. Sodemiet het erop, man. Ja, ja, ik word het... Maar deze mensen denken echt dat die hond zijn. Nee, weet je wat is? En dan komen dus mensen die... we gaan met onze kinderen naar de Gay Pride. Want dan leren we dat het gewoon normale mensen zijn.
Ja, en dan staat er dus eentje staat uit de urinoirs dat piste, warm lauwe piste zuipen. En de ander staat tegen een opblaaslul aan te rijden. En deze gasten die komen blaffend langs. Die pissen tegen een boom aan. Die kinderen gaan naar huis en denken, nou, ik mag toch god op mijn blote knieën hopen dat ik geflikken ben. En dan moet die voorleersmiddag nog komen, hè? Ja, maar dat is toch ook wat sodemieter toch? Iedere stad heb ik gehoord tegenwoordig, hè? Iedere stad nog meer dan 50.000 euro. Ja, maar Dennis, het is niet zo dat als jij iets mist in het nieuws dat het niet waar is, hè? Want dan zijn er bijvoorbeeld is de hele geschiedenis niet gebeurd. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Het gebeurt. Maar nou, wacht eventjes. OJ, heb jij dat wel eens gehoord? Transseksuele die kinderen voorlezen? Zeker. Gebeurt dat vaak? Ik zie het best vaak voorbij komen. Nou, hartstikke leuk. Maar waar zie je niet ja, dit dan? Ja, maar zie je het dan bijvoorbeeld op andere kanalen dan waar jij op zit? Dark web. Op het dark web. Kijk, zitten jullie op dark web? Nee. Nou ja, dat is een dark web. Nee. Social media komt er voorbij. Oké. Nou ja, dat is goed dat ik dat weet. En jammer dat ik geen kinderen heb. Want dan komt hij niet meer in aanraking, vrees ik. Klopt. Maar, nou ja. Wat lezen hun dan voor? Gewoon Jip en Janneke? Nee, dat is Wip en Kanneke. En ja, die Wip wordt dan de hele tijd volgegoten met mannenpap. Ja, Wip en Kanneke. Okay. En dan zegt Wip, Kanneke, schenk me nog eens bij. En dan komt Kanneke. En die zo met zo'n anderhalve liter mannenpap over Wipse cursus. Ja, en dat wordt voorgelezen... Wip en Kanneke. En dat wordt voorgelezen terwijl de transseksueel met de kont in de weer zit. Ja, en bij de kinderen. En dan staat er een lerares bij. Die stemt dan GroenLinks. Die zeggen, dit is heel normaal. En dan gaan de kinderen naar huis. Ja. En die vragen dan aan moeder. Mama, krijg je ook wel eens een kan met zaad over je kop? Ja, en daarna. En dan zegt die vader, nou, niet een kan, maar zeker wel een vingerhoedje op zijn dijk. Ik heb gehoord dat daarna deze man het hele klaslokaal onder piste stond. Zou me niks verbazen. Ik weet. En dan moet je. Ik heb een filmpje gezien, en dan moet OJ gaan opzoeken, dat ook bij zijn gay pride, dat dan een kindje zo'n hond uitlaat. Nou, toch alleen. Nee, ik zweer je. Ah, jij ziet dingen die er niet zijn. Nee, is er nou zo'n tot hond verklede man. En dan loopt een kindje loopt die uit te laten. Ja. Ik zweer het je, die zijn er. Ja, die beelden zijn er. Ja, lekker. Oh, ja, ja. Op het dark web, op het dark web. En de gewoon laatste vraag uit nieuwsgierigheid. Kwam in datzelfde klaslokaal daarna ook Thijs Reumen masturbatieles geven? Nee. Oh. Die kwam een dag daarna. Oké. Okay. Dat was voor mij mensen van 14 tot 16. Ja. Toen kwam Thijs. Heerlijk. En die cursus heet niet 2, maar 3. Ja. Ook op de school waar jouw dochter op zit? Nee, daar mag je niet komen. Nee. Jammer, gerouilleerd. Ja. Iets positiefs, iets moois met Jaap Reesema. Ja, want Jaap had een groot concert. Want Jaap is niet alleen heel beroemd in Nederland, maar ook in België. Ja, zo is dat. Geeft hij grote concerten? Ja, hij geeft heel veel. Jaap zonder nek? Ja, geeft echt grote concerten. Maar dan staat hier het voorprogramma of zijn er dan honderden alleen voor hem? Alleen, festivals. Maar hij heeft toch helemaal geen nummers? Jawel. Maar Jaap had een heel groot optreden in België. En voor een bepaald nummer had Jaap familie op het podium geroepen. Zijn schoonvader? Van die vieze viszaak? Nee. Wie dan? Seafood Cutter. Oh, Kim AliExpress Cutter? Ook niet. Ik zoek voor het volgende liedje. Ik denk dat mijn kleine zoontje de middelste ook wel wil komen eventjes. En dan zoek ik daarnaast nog 5 kindjes. Die mogen met die meneer mee. En ik zie daar al... Gaat Jaap nu ook masturbatieles geven? Nee. Jaap... Want dan ga ik niet, dat wil ik niet zien hoor. Nee. Als zijn eigen kinderen, ja, waar het publiek bij is. Ja. Dat is toch niet normaal? Kinderen op podium en allemaal rukken maar. Nee. Nee, Jaap gaat iets moois doen. Let op. Niet, en dat kindje wil wel. Maar ik laat het aan die meneer, want dan doe ik het niet verkeerd. Je gaat dus niet. Gaat die met kleine die haalt kindjes. Ze even op het podium. Kijk eens. Muk. Is dat een mogeltje? Nee. Nou, hij neemt zijn tijd, dat is allemaal top. Vader kom even heerlijk. Hier erbij staan. Ja, kom maar. Moet je toch voorstellen dat jij, je bent beland op een feestje. En dan komen meerdere artiesten op een gegeven moment ook Jaap. Jouw kinderen nog net iets jonger. En dan zeggen kinderen. En dan zie je eerst zo dat jouw zoontje zo naar voren mond gebruikt. Nee, dat leen ik mijn kinderen niet. Ga je er dan achteraan? Zeker. Ja. Die gaat het podium niet halen. Nee, maar ik wil gewoon dat niemand in mijn omgeving iets met Jaap zonder nek te maken heeft. Want Jaap zonder nek is een hele enge man. Maar, en die met die zachte zalvende stem, hè, wees blij dat het geen oorlog is.
Dan zouden je begeleiden richting de douches, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ga maar lekker douchen. Ga maar lekker douchen. Nee, we doen de deur wel even goed achter je dicht. Anders toch straks onder de douche. Zo'n type is Jaap. Maar je weet nog steeds niet wat Jaap van plan is. Nee. Een liedje wat je zeker ernaast waar over ging. Heel veel mensen aan het we hebben op de zolder toch een plekje. Ik denk dat ze zelf wel kunnen bepalen welke muziek ze willen laten horen. Je hebt ze niet grootgebracht met... Ja, met de oude mannenmuziek, maar daar luisteren ze toch al niet meer naar. Ah, nee, jouw kinderen gingen naar Boef. Kijk, dat is als er dan geen opvoeding komt. Ik ga de kinderen naar Boef. Nou, dat geef ik eerlijk toe, dat was ook niet best. Nee, dan hadden ze beter met Jaap op het podium kunnen zijn. Nee, dan liever naar Boef. Ja, maar kom... Hou eens op, ik vind het... Kijk, kun je... Oh, die tong gaat wel een beetje uit de mond. Nu mogen die handen komen, komt ja. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Kijk, ik bedoel, we moeten ook de mooie dingen. Dit is een mooi moment. Verschrikkelijk. Kan dit uit nu? Nou ja, hoe is de kop? Oh. Het is heel zoet. Het is heel zoet. Nee. Nee, weet je wat het is? Als er één reden is waarom Kim Kutter voor het podium met een stapel kinderen op de schoot daarbij zit en dan zo doet, is omdat die sloerie even in beeld wilde. Dit zijn zulke aandachtsgeile types. Jezus, ik vind het misselijkmakend. Ik vind het vervelend en misselijkmakend. Nou, bij een crematie lukt het haar ook goed om even in beeld te komen. Daarna kostte de crematie nog een shownieuws om dat daar nog te kunnen. Nee, en nu pakt ze even dit op. Nee, maar die gaat daar zitten. Want je kan namelijk als partner van die zanger... Achter het podium staan. Backstage staan. Hm. Je kan gewoon aan de zijkant kan je alles zien gebeuren. Je kan een beetje schuin in het publiek gaan staan en alles zien gebeuren. Nee, ze gaat... pontificaal voor de hekken zitten en dan wel de bewegingen maken om in de hoop dat een van de Belgische cameraman denkt, leuk momentje, dat zal ik even meepikken. Ja, dan krijg zij een nat kledder van. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke mensen. Ja, het is tijd voor de boodschappen hier. Hallo. En dan beginnen we natuurlijk bij onszelf, want dit is de ene laatste week dat we op zender zijn. En god, wat ben ik aan vakantie toe, maar dan laten we jullie niet in de steek. Nee, want onze trouwe donateurs, degene die zorgen dat wij hier kunnen zitten, die krijgen dan content doorgestuurd. Komt in de letterlijke vorm van het woord. Van ons op bezoek bij Nicole. Die reportage, daar wordt de montage op dit moment druk van gemaakt. En ik zie zelfs dat op een gegeven moment in die reportage van ons Nicole volledig naakt is. Oh. Ik wist niet wat de cameraman had gedaan, maar op een gegeven moment zie je ook haar... Haar snatch. Drie vingers. Maar je zegt net, content komt met een letterlijk... Content jou... schrijf je met een C. Ja, maar letterlijk... En we sturen niet letterlijk onze kont op. Nou, zo'n beetje wel. Op een gegeven moment dan buk jij en dan zie je nog dat jij geen vachtslippapier gebruikt. Verder zeg ik niks. Maar goed, dat dus voor de donateurs. Ja, en stop met mailen waar dat blijft, want het komt dus als we op vakantie zijn. Ja, en dat is over 2 weken. Bij zijn is meemaken. En dan de paneeltjes. Ja mensen, we hebben goed nieuws als het gaat betreffende de zonnepanelen en de airco's. Want we hebben nu een nieuwe regeling. Kijk, mensen hebben minder geld, minder koopkracht, want alles is zo... verschrikkelijk duur. Oh, wat zijn dingen dat duur. Verschrikkelijk. Ik had gisteren etens bij mij. Echt? Voor 6 man. Ja. Nee. Maar niet met iedereen ruzie. Nee. Pasta en €50. Zelf gemaakt? Nee, dat heeft iemand anders gemaakt. Nee, maar boodschappen? Ja. Nee, maar dat is toch... ik heb dat laatst ook, joh. Je komt de supermarkt uit dat je denkt... Hé? Wat? Maar ik ging dus laatst bijvoorbeeld met mijn zoontjes liep ik over een markt. En dan kan je toch van die stroopwafels kopen. Hmm. Die kinderen, een reuze stroopwafel. Ja. En die kostte vroeger dan 75 gulden cent. Nou, daar hoeven we niet over te lullen. Moest ik €6 afrekenen. Per wafel? Nee, voor twee stroopwafels. Ja.
Dat is 15 gulden. Dan kon je vroeger kon je die hele stroopwafel kraam, de machine, kon je kopen. Je kon die vrouw achter de kraam kon je twee keer een beurt geven. Je kon die kerel die stroopwafels bakte, kon je klap voor zijn smoel verkopen. Kon je zijn auto een week lenen. En nu heb je twee stroopwafels voor het geld. Ja, laat staan zonnepanelen en daarom dus een mooie actie. Stel dat u zegt, ik wil graag minder kosten in de maand aan energie. Nou, dan neem je zonnepanelen, want dan wekken zij die op en heb je geen maandelijkse lasten meer. Maar goed, het is vaak wel een grote investering en daarom hebben wij een oplossing. Want je kunt nu ook maandelijks betalen voor de zonnepanelen. Mooi. Dan bespaar je dus al in de maand meer dan dat je in de maand betaalt. Dus dan betaal je bijvoorbeeld iedere maand 25 euro, wat het ook is, afhankelijk van hoeveel panelen, et cetera. En dan heb je ze direct. Hartstikke idee. Hartstikke mooi. Dus je kan eigenlijk zonnepanelen direct op het dakje krijgen. En geleidelijk along the way ze afbetalen. Een financieringsvoorstel. Want zo zijn wij ook bij Jan en Dennis. Zonenergie.nl. Iemand belt me, dat vind ik heel irritant. Wie is het? Ah, mijn dochter weer. Ben gek van. Ah, kan we niet even... Nee, joh, daar word ik gestoord van. Iedere keer dat ge... Oh, pap, mag ik even een tikkie sturen? Of ze belt omdat ze in een groepsapp zit met Thijs Reumer. Hij zei drie vingers. Oh, dat mag ik niet open voor Thijs. Gaat het even niet over. Die zonnepanelen van Jan Dennis zonenergie.nl zijn ook nog eens een keer heel snel gelegd. Ja, binnen 3 weken. Vaak binnen 3 weken. Dus heb jij nog geen zonnepanelen of een aircootje in huis? Jan Dennis zonenergie.nl. En dan gaan we naar de trouwe mensen die in ons hart zitten. Die zorgen dat we kunnen blijven zitten. Net zoals de Doentjes. Bent u dat niet? Doe dat. Krijgt u prachtige content op z'n vakantie. Ja, content. Echt dom. Content. Ga je nou naar mijn... Ja. Toen ik bij jou naar binnen keek, kon er wel een hele hand in. Overigens. In mijn kont? Wat? Ik heb een hele, hele nauwe kont. En jij moet je gaan scheren tussen de beelden. Ja, dat zag ik allemaal. Maar goed. Nou, dat lijkt me niet, maar Ik heb een oorthermometer, dat is niet voor niks. En dan gaan we naar het Stukendoor-collectief. Oh, het Stukendoor-collectief, punt. En dat is het allermooiste collectief van Nederland. Aanbouw, verbouw, doorbouw. Wat bouwen ze allemaal niet en wat maken ze allemaal niet? Latex, spuiten, stukken, de hele... En we hebben groot nieuws omtrent de eigenaar van het Stukendoor-collectief. Nou? Die gaat met jouw bootje varen, vertelde hij mij deze week. Klopt. Ja, dat wordt heel erg leuk. Ja. Die heeft jou uitgenodigd op een bootje. En jouw hele familie gaat mee. Ja. Ja, ja. Hij zei tegen mij, ik wil wel eens zien of die vrouw van jou echt zo rondborstig is. Heeft hij gezegd? Ja. Bootjevaren gaat niet door. Maar je hoeft niet bang te zijn, want het goede nieuws is, hij is verliefd. Ja. De eigenaar van het Stukendoor collectief heeft een nieuwe vrouw. Mooi. En die spreekt geen Nederlands en hij zegt, dat heeft zoveel voordelen, dat raad ik iedereen aan. Dat geloof ik graag. Bij mijn volgende vrouw ga ik zeker met deze tip doen. Nou ja, dan misschien kun je dan switchen op die boot. Dat hij met die van jou gaat en jij met die van hem. Ja, maar die van mij spreekt al wel Nederlands. Dus dan zit hij weer in die shit. Ja. Ja, ja, is het een lastige om... Nou, ga maar dan. Wel de baas thuis. Nee. Dat is maar waar. Schilderen van buitengevel van 35 voor nu 30 euro per vierkante meter. Dat is geen geld. Stukken van buitengevel van 95 euro per vierkante meter voor maar 80 euro per vierkante meter. Dat is geen geld. En badkamers, een complete renovatie vanaf maar 5000 euro. Geen geld. Geen geld. En zij werken door in de bouwvak. Yes, ja, die bouwvak is al begonnen. Ja. Dus als je, de bouwvakkers werken door in de bouwvak. Ja, van de Stukendoor-collectief.nl. Maar voor de rest van Nederland ligt dan wel op dat de Costa Brava nu op het strand liter pils te drinken. Maar de bouwvakkers van de Stukendoor-collectief.nl werken gewoon door nu. Dus als je wat wil, moet je het aanvragen nu. Via de koorde rollenpraat. En dan het warmtepompcollectief.nl. Ja, die verkopen warmtepompen. Wacht even. Via de code rollenpraat. Dus je moet een offerte aanvragen bij de Stukendoor collectief. En de actiecode rollenpraat invullen. Dan krijg je die kortingen. Dat moest je zeggen. Maar dat zei je niet. Je zei via... Whatever. Een hybride warmtepomp heeft u thuis al hangen vanaf slechts 3750 euro. Is niet veel geld. Maar wel duur. Maar ja, maar wel je krijgt nu subsidie van 2400 euro. Dat wordt eraf gehaald. Dat is ook heel veel geld. Ja. Dus wat blijft er dan over? Weinig geld, 1350 euro. Dat is niet veel geld. Nee. Door onze installatieservice is de hybride warmtepomp vaak binnen een dag al geïnstalleerd. Dat is snel.
zorgvuldig en vlot. Ga snel naar warmtepompencollectief.nl en vraag gratis een offerte op. Je vaak je investering al terug ben je in de 2 jaar. Goed. Dan wat anders. Jij bent een enorme scoop. Daar moesten we eventjes over doen. Want heartbreaking. Breaking. Groot nieuws. Jij kwam binnen en je helemaal overstuur. Want je had iets over gekregen. En ja. Groot nieuws. Ja. En iedereen die nu zit voor de tv kan gaan staan. Nee, het is zo groot. Ik zou ook weer gaan zitten. Want okay. Straks val je om. En dan lig je straks met je kop tegen het salontafeltje. Hele deze vies door de hele teringzooi. En dan word ik straks voor smaten last dragen. Ja, zo is het. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Zitten jullie? Daar komt ie. Scoop! Was dit weer een hit? Hè? Was het weer een nummer? Nee, ik heb heel weinig zuurstof. Ach. Om histamine. Zal ik dat? Heb je het wel goed begrepen? Wat? Ik denk dat ik dat verhaal te snel heb afgerond. Ja, maar op een gegeven moment, dat is net zoals een beetje... Zal ik dat histamine verhaal nog één keer vertellen? Nee, ik vind jouw longproblematiek net zo zwaar als het verhaal tussen Oekraïne en Rusland. Maar ik heb ook na 1,5 jaar gedoe daar, dat je toch soms een beetje uitklokt. Omdat het dan wat lang duurt. Dat respecteer ik. Oké. Maar goed, een ontzettend grote scoop. Groot nieuws voor jong en oud. First hand. Uit eerste hand. Maar eerst Johan Pieters. Nee. Oh. Dat gaat hem, ja. Let op. Niet zo heel lang geleden... Hè, zat Sander Schimmelpenning... alias Graaf Schimmel... alias de kleinste, grootste klootzak van Nederland... met... Sigrid Kaag. Hij was vroeger ook een bruinhemd, maar dat is allemaal niet meer. Zijn, als jij dat verleden van Sander Schimmelpenning even wil oprafelen... dan wil ik dat best doen. Kijk, zijn familie was fout in de oorlog. Dat is niet best. Maar heel fout. Doden. Hè? Doden. Veel doden. Zijn voorvaderen hebben slaven gehandeld. Veel slaven. Veel? Doden. Heel veel doden. Nu het er toch... Er was laatst... Ja, ik pak het er toch... Johan Pieters? Nee. Oh. Ik pak het toch eventjes erbij. Want dat is interessant. Er was laatst... kwam er bij... een momentje hoor. Ik zoek het even uit. Toch geen verhaal met doden, hè? Nee. Ja. Jawel. Ga je in de tussentijd nog... Oh. Bij één vandaag... Ja, bij één vandaag... was een reconstructie... van de Baarnse moordzaak. Er zouden een ene Theo zijn opgehangen... door een aantal jongeren van adel... Je raadt het al. Oh. Ja, dat is de vader van Sander Schimmelpenning. Maar die is altijd buiten de zaak gehaald. Heb ik van horen zeggen. Ik heb dat first hand. Die Sander Schimmelpenning. Die dus die familie die een verwoesting in de hele geschiedenis heeft aangericht in het landschap. Die zat dus een tijdje geleden met Sigrid Kaag te praten. Die overigens ook een verwoesting heeft achtergelaten in het land. Maar niet zo door de eeuwen heen zoals de familie Schimmelpenning. Maar gewoon ja, in één kabinet. Niet eens een hele kabinetsperiode, maar in het laatste kabinet een verwoesting. Kaag. Slechte vrouw, weg. Geen hoor je niks meer van. Enfin, toen vroeg men, want elke hond, een hufter, kan bij D66 in de kamer zitten. Waarom zit hij met die Kaag te lullen? Hij zegt groot nieuws, bla 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 bla. Nou, feest. Maar ik heb dus echt serieus groot nieuws hierover. En het is serieus gecheckt, journalistiek. First hand. Hij gaat gewoon op de D66-lijst. Oh. Sander Schimmelpenning. Graaf Sander Schimmelpenning. Die de meest rare, achtelijke stukjes schrijft in de Volkskrant. Over ook een optreden over dat hij overal verstand van heeft. En ook nog een keer mee kan spelen in bankcommercials, dat het hem uitkomt. En over onze Kevin-achterban. Kevin-achterbosjes. Die vindt dat niemand mag vliegen, behalve hij naar zijn vrouw in Zweden 40 keer per jaar. Die komt dus in de top 5 van D66 bij de aanstaande verkiezingen. Nou, dat is echt keihard nieuws. Gaat ook gebeuren. En de lol van is dus dat D66 deze aankondiging expres heeft stilgehouden. Want ze willen dit gaan presenteren als een soort knaller van de campagne. Okay. Weet je welke BN'er er bij ons op de lijst staat? Sander Schimmelpenning. Dat stuk verdriet. Dat nare, agressieve, vervelende mannetje... die iedereen alles dom en fascist noemt... gaat bij D66. Waarom?
Ja, dan hoort hij thuis. Zo zijn ze allemaal. Maar mooi, nu, hè? Maar nu knal jij de campagne van D66 eigenlijk af. Ja, die schiet ik kapot. Samen met Sander Schimmelpennink. Terwijl het moeilijk is om de beste man te raken. Want die is 1,15 meter. We zien u heel graag terug volgende week. Het is onze laatste voor de vakantie. Ja. En dan krijgt u alles wat goed is toegestuurd als wij op vakantie zijn. We zien u heel graag bij de extra. Dank u wel en geniet van het weer. Dag.